Goedenavond iedereen. Ik weet dat jullie hier allemaal vanavond Olave verwachten. Mijn naam is Marianne Meegank. Deze morgen werd ik opgebeld door Olave, die met een heel zieke stem vroeg of ik haar rol als coördinatrice van het studium een avond kon overnemen. En hoewel ik dus deze rol als coördinatrice vorig jaar zelf heb bekleed en ik ook het programma van dit jaar heb samengesteld, bekroop de schrik mij toch een beetje, want Olave heeft inmiddels al heel mooie prestaties neergezet. En ik ben altijd heel blij en trots dat zij dit programma uitrolt en ik niet. Want ik ben een beetje bedeesd als ik op een podium klim en ik heb nog nooit een online presentatie gedaan. Dus ik hoop dat jullie welwillend zijn met deze vervanging. En uiteraard heb ik ja gezegd, omdat ik graag heb... Ja, ik graag wil dat ze kan herstellen en zich niet moet forceren om deze avond erbij te zijn. Voor wie het studium nog niet kent, wil ik het kort even voorstellen. Studium Generale is het podium van Hogeschool Gent, dat universiteits- en hogeschoolstudenten, docenten en belangstellenden een forum biedt voor reflectie over maatschappij, kunst, cultuur en wetenschap. Ze doet dat door jaarlijks 10 lezingen, discussies of podiumprogramma's te organiseren. Het studium is ook een keuzevak voor alle studenten van de associatie Universiteit Gent. En net als voorgaande jaren buigt het studium Generale zich in dit academiejaar over een jaarthema. Dit jaar is dat dominantie. Er zijn daar natuurlijk vele definities van, maar voor ons gemak en helderheid houden we het op het in stand houden van dominante denkkaders en dominerende verdelingen van de macht. Dat klinkt een beetje als een aanklacht, maar de bezorgdheid die we met Studium Generale willen uiten, is dat we niet beseffen hoeveel kennis er is die ons niet bereikt, omdat dominantie heerst. Gelukkig zijn er steeds opnieuw denkers, schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en burgers die tegen deze status quo ingaan. En met hun hulp vragen we ons gedurende 10 dagen af of we dit dominant denken, ook bij onszelf, kunnen herijken. In oktober 2020 opende Warda El-Kadouri de reeks met een kritische bestudering van de literaire wetenschappen, en in het bijzonder de Vlaamse en Nederlandse literaire kanon. Ikenna Azuike bood ons daarna een intieme kijk in de valkuilen van de zogezegde kleurenblinde opvoeding van kinderen. Ruim voor het Sinterklaasfeest van 6 december nam Laura Nzengiumva ons op een geschiedenisreis van deze traditie. Een reis die ons confronteerde met de hedendaagsheid van zogenaamde tradities. En dan op 15 december ging Olave in gesprek met dokter Olivia Houtaziboua over de link tussen kennis en het timmeren aan een anticoloniale samenleving. Haar verrijkende denken daagde ons uit om te reflecteren over wat we moeten leren en afleren om een samenleving te wapenen tegen dominantie. Veel van deze onderwerpen kunnen ongemak, twijfel, boosheid en soms ook angst veroorzaken bij toehoorders, sprekers en zelfs de organisatoren. Bij Studium Generale zijn we overtuigd dat weten ook voelen is en dat kennis geen cerebraal geïsoleerde bezigheid is. Dat de ratio een eigen leven kan leiden, los van de emotie en de intuïtie. Wetende dat de onderwerpen die we dit jaar aankaarten veel los kunnen maken, heeft Olave in de voorbije lezingen steeds gesproken over het scheppen en ons houden aan een intentie, voor we de lezing starten. Deze intentie kan ons helpen met het vormgeven van de toon, de aard en misschien ook wel de schoonheid van ons samenkomen. Het gaat om de intentie van zorgzaamheid. Zorgzaam te zijn jegens de spreekster die we hebben uitgenodigd, om haar ideeën, inzichten, kennis en ambities voor een betere toekomst met ons te delen. Zorgzaamheid die haar de ruimte geeft om misschien niet de allerbeste woorden of termen te gebruiken, om antwoorden niet te hebben, om keuzes te hebben gemaakt in waar ze het wel wil over hebben, om kwetsbaar te zijn met ons. Het is ook de intentie om zorgzaam te zijn tegenover elkaar. Jullie kunnen in de chat van alles zeggen tegen elkaar. Wees zorgzaam daarin. En ik nodig ons allen uit om elkaars oprechtheid, waardigheid, leergierigheid en goede bedoelingen te respecteren.
En dan is er ook de intentie om zorgzaam te zijn jegens jullie zelf. We nodigen jullie uit om bij ongemakkelijke inzichten, onverwachte feiten, pijnlijke gewaarwordingen zorgzaam te zijn tegenover jullie zelf. Zorgzaam door een nieuwsgierigheid te cultiveren voor dat ongemak, voor die pijn. Een nieuwsgierigheid, een blik naar binnen toe, naar wat verandert deze uitdrukking of dit feit aan mijn wereldbeeld, aan mijn zelfbeeld? Hoe ben ik aan dit wereldbeeld of dit zelfbeeld gekomen? Waarom ervaar ik pijn als die in gevaar lijken te zijn? Zijn die daadwerkelijk in gevaar? Samengevat, we nodigen jullie uit tot de intentie om zorgzaam te zijn tegenover jullie zelf, tegenover elkaar, maar ook tegenover onze gast. En voor ik haar voorstel, doe ik nog enkele praktische aankondigingen. De livestream wordt opgenomen. Dus jullie kunnen die allemaal herbekijken achteraf vanaf volgende week op het YouTube-kanaal van Studium Generale. Studium Generale publiceert ook de karakters. Dat zijn boekjes waarvan nu het eerste verschenen is door, aan de hand van Warda El Kadouri. En er volgen er nog 3 dit jaar. De lezing zal ongeveer 50 minuten duren. En daarna volgt een Q&A. Jullie kunnen al tijdens de lezing vragen stellen via de chat. Die worden dan naar mij toe gefilterd en die zal ik dan verwerken in die vragen. En het einde is voorzien rond 9:45. Ik wil ook nog even de volgende lezing al aankondigen. Dat is op 9 februari en dat zal gaan over econocratie. En wordt georganiseerd door Rethinking Economics, van een studentgroep van de Universiteit van Gent. En dan over naar de gast van vanavond. Dat is Miranda Nirandekura-Aerts. Zij werd geboren in Rwanda en werd op 5-jarige leeftijd geadopteerd in een Vlaams gezin. Ze studeerde toegepaste psychologie en integratieve psychotherapie, alvorens ze als werkstudent een master klinische psychologie behaalde aan de Vrije Universiteit Brussel. Na jaren werkervaring in verschillende organisaties binnen de mentale welzijnssector en het onderwijs, richtte ze de CIER-community op. Dat is een platform waar haar passie voor zorg, interculturaliteit, educatie en onderzoek samenkomen. Lieve Miranda, hartelijk welkom hier in deze digitale space. Ik ben blij dat er ook een nieuwe datum is gekomen voor jouw lezing, want die was oorspronkelijk geprogrammeerd in december en werd toen op het laatste nippertje geannuleerd. Maar ik ben heel blij dat we jou vandaag hier ontvangen, want jouw thema is heel erg actueel. En ik heb gehoord dat er ook heel veel mensen zich hadden aangemeld. Dus dat bewijst nogmaals dat waar jij mee bezig bent, veel interesse en belangstelling opwekt. Ik ga je de floor geven. Dank je wel, Marianne. Excuseer. Goedenavond iedereen. Ik ga starten met mijn presentatie te delen. Ik ga ervan uit dat die nu voor iedereen duidelijk zichtbaar is. Zoals Marianne reeds heeft gezegd, mijn naam is Miranda Nitrandakura-Aerts. Mijn roots liggen in Rwanda. Maar ik wil eigenlijk starten met de woelige weken die we eigenlijk achter de rug hebben in het psychologenlandschap. Er was in de media heel veel te doen en verschenen eigenlijk vooral wat minder positieve berichtgevingen omtrent psychologen, hun waardigheid, de verschillende tuchtorganen. Maar toch ben ik verheugd dat ik deze lezing mag komen brengen. En ik wil vooral eigenlijk stilstaan met jullie over de basis. Wat is de essentie van de psychologie? Maar ook datgene dat eigenlijk stevast overschaduwd wordt door heel veel labels, stoornissen en taboes. Maar natuurlijk first things first.
Wat ga ik vanavond kort met jullie bespreken? Dat kunnen jullie zien. Kort nog een introductie van wie dat ik zelf ben. Een aantal algemene concepten en bijzondere fenomenen. En om hopelijk samen te kunnen afronden met oké, wat hebben we nodig in de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg? Hoe ben ik er eigenlijk ooit bijgekomen om psychologie te studeren? Zoals Marianne reeds vertelde, heb ik mijn roots in Rwanda. Ik ben de jongste uit een gezin van 5 kinderen, ook de meest eigenwijze van de 5. En op 5-jarige leeftijd ben ik geadopteerd. 2 dagen voordat ik 5 werd, werd ik op het vliegtuig gezet met een enkele vlucht richting België. Om na vele uren vliegen in een zaal terecht te komen met heel veel witte mensen en enkele van die mensen bleken mijn nieuwe familie te zijn. Oh, als ik terugkijk op dat moment, herinner ik mij dat ik niet per se angstig was of verdrietig, maar dat ik mij vooral de vraag stelde van wat maakt dat er zoveel mensen hier heel blij zijn, terwijl ik op die moment vooral verdrietig was en boos omdat ik niet wist wat er gebeurde. Enkele jaren later bleek in Rwanda de genocide uit te breken. Ik was toen ongeveer 9 jaar en mij heel bewust van wat het daar afspeelde, maar niet goed wetende welke impact dat had op mijn familie. Ondertussen heb ik het geluk gehad van een familie te hebben waar het er een heel groot deel de genocide wel van heeft overleefd en die ook teruggevonden. En ik heb het altijd bijzonder gevonden. Ik heb er nooit expliciet de vraag gesteld van hoe doen mensen dat? Verder gaan in het leven na zo'n zware, traumatische en heftige gebeurtenissen. En samen met het feit van geadopteerd zijn, in een nieuwe wereld terecht te komen, beseffen van oké, er verandert hier heel veel waar ik geen vat op heb en toch moet ik verder. Zijn eigenlijk 2 belangrijke ankerpunten die mij geleid hebben tot de psychologie. Hoe gaan mensen voort in het leven? Hoe gedragen we ons? Hoe maken we keuzes? En dat blijft voor mij de essentie van de psychologie. Want als we gaan kijken op kleinere schaal, zitten we nu midden in een pandemie, toch al voor zeker 10 maanden. Er zijn heel veel maatregelen, heel veel restricties. En waar dat men aanvankelijk heel hard gefocust was op de fysieke gezondheid, van wat hebben mensen nodig, begint men nu toch ook wel heel duidelijk te merken dat al die restricties en de verschillende maatregelen heel veel impact hebben op het mentaal welzijn van de bevolking. En waar gaat psychologie voor mij nu over? Psychologie gaat over de kennis verwerven over het doen en laten van mensen. Zowel in de gewone dagelijkse context als in bijzondere situaties. Iets waar je niet alleen beroep op kan doen in uiterste noodzaak, maar eigenlijk is dat tevens een veel, veel waardevoller en een heel krachtige tool is als je bewust kiest om eigenlijk te kunnen navigeren in moeilijke en uitdagende situaties, dat je daar iets over wilt leren en daar beter in kunt worden. Mijn werk bestaat erin om samen met de mensen die in mijn praktijk komen te reflecteren, te redeneren naar wat er zich afspeelt in hun binnenwereld, hun denken, hun voelen en hoe dat ze al dan niet dat dit een impact heeft op hun gedrag of juist omgekeerd. Vaak gaat het over taal geven, de juiste woorden zoeken of een gepaste symboliek vinden daar waar dat woorden soms letterlijk tekort schieten. Als we dan gaan kijken naar hoe dat onze maatschappij vandaag de dag kijkt naar ons mensbeeld of ons mens zijn, kunnen we eigenlijk spreken van een gefragmenteerd mensbeeld. We hebben de neiging om een onderscheid te maken tussen welvaart en welzijn, het fysiek, het lichamelijke en het mentale stuk. En daarnaast ook, buiten dat we dat een stuk fragmenteren, gaan we daar ook een stukje een waardeoordeel aan geven. Enerzijds, het ene is positief, is krachtig, en het andere gaat meer over kwetsbaarheden en wat dat lastig is voor mensen. We leven eigenlijk in een maatschappij waarin de algemene focus heel erg ligt op enerzijds het economische, de welvaart, het
gezond fysiek blijven, wat dat we zien aan de buitenkant. En vooral als sterke individuen zoveel mogelijk blijven doorgaan. Maar wat dat we ook merken is dat veel mensen willen voldoen aan die norm, aan de verwachting, en dat dat eigenlijk voor ook heel veel mensen niet werkt, integendeel. Mensen vallen uit, burn-outcijfers blijven stijgen, net zoals het aantal gedwongen opnames en het aantal labels dat zowel kinderen, jongeren als volwassenen krijgen. Zo hebben we ondertussen ook gezien dat het aantal jongeren dat antidepressiva neemt enorm stijgt, dat dat eigenlijk een alarmerende trend is al jaren. Gezondheidszorg zou een grote prioriteit moeten zijn, nu en in de toekomst. Iets dat al jaren wordt gezegd door een aantal beleidsmakers, maar waar we op de een of andere manier toch niet verder geraken dan sensibilisering. Waarom moet mentaal welzijn prioriteit zijn? Als jullie kijken naar deze slide, zou dat eigenlijk voldoende moeten zijn. Het is de nummer één oorzaak van invaliditeit, waarbij dat mensen langere tijd uitvallen en eigenlijk niet meer kunnen werken. Het is tevens een van de grote oorzaken van ziekteverzuim, waarbij dat mensen langere tijd uitvallen op hun werk. We zitten daarnaast in België bij de top 3 in Europa van het aantal zelfdodingen per dag. En als we gaan kijken naar de behandeling dat er voor die mensen wordt voorgeschreven, merken we dat er toch nog te vaak gekozen wordt voor het medicatiestuk. En veel minder voor therapie. En dat we ook merken dat er zowel bij de volwassenen een overconsumptie is van kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen. En als we gaan kijken naar de therapie, mensen die op gesprek gaan, dat dat maar een kleine groep is. Eigenlijk maar 4%. En ook bij de zoektocht naar professionele hulp merken we eigenlijk dat er maar 1/3 van de mensen effectief professionele hulp zoekt. De andere groep heeft eigenlijk niet zo goed een idee van waar ze die hulp kunnen vinden. Als ze dan toch aankloppen bij de hulpverlening, hebben ze een probleem met de lange wachtlijsten, waarbij ze heel lang moeten wachten, terwijl ze soms in precaire situaties zitten. En blijkbaar is de kostprijs voor heel veel mensen ook een gigantische struikelblok. Dat zijn cijfers uit 2018 en er is uiteindelijk al gebleken dat ondanks dat mensen weten dat praten helpt, we verschillende stoornissen en ziektes heel vaak proberen in de aandacht te brengen en rond te sensibiliseren, maar dat taboes en stigma's ons nog steeds de das omdoet. En misschien is het gevoel van het onbespreekbaarheid wel een kenmerk van depressie of van heel veel psychische problemen zelf. Het gevoel dat je de ander niet kunt bereiken, dat je de eenzaamheid, dat je geïsoleerd bent en dat je opgesloten bent in je ervaring. Het is ook een steeds terugkerend thema van mensen die daarover vertellen. Het gevoel van fysiek ben ik niet alleen, maar ik voel wel een immense leegte en een gebrek aan begrip en mensen met wie dat ik dit zware gevoel kan delen. Het is een individuele ervaring, maar wat dat die ervaring juist inhoudt en al de gesprekken dat we erover hebben, het feit dat we het alleen maar vanuit een medische, vanuit een fysiek of een medisch gebrek aan hersenen die niet zo goed werken, zorgt er eigenlijk voor dat we de essentie, de beleving van het individu, eigenlijk een stukje tekort doen. En om terug te komen op de taboes en de stigma's, de Christelijke Mutualiteit heeft jaren geleden een onderzoek gedaan en er is uitgekomen dat waarom is het zo moeilijk om daarover te praten? Enerzijds gaat het over het idee van mensen willen problemen zelf oplossen. Mensen willen anderen niet tot last zijn. En daarnaast heb je toch, ondanks dat we 2021 zijn, een heel groot gevoel van schaamte en angst. Schaamte enerzijds van, wat gaan andere mensen van mij denken? Hetzelfde voor de angst. En dan kom je terug op de stigma's. Enerzijds heb je het stuk van zelfstigma.
Dat gaat van, oké, hoe kijken mensen naar zichzelf? Weten dat ze psychisch of emotioneel niet goed in hun vel zitten? Dan heb je het maatschappelijk stigma, dat vooral gaat over onder andere de media, het woordgebruik. Hoe kijkt onze maatschappij naar psychische problemen? Is dat iets dat wordt omarmd of is dat juist eigenlijk iets waar dat mensen van merken van, oh, dat is niet algemeen aanvaard? Dan hebben we het associatief stigma. Dat gaat over het feit dat je de twee bovenste, zelfstigma en maatschappelijk stigma, dat een stuk samenkomt, waarbij dat eigenlijk zowel de blik van de omgeving, de naaste en de familie er een stuk voor zorgt dat eigenlijk niemand nog over het thema durft praten. En ook als we het gaan hebben over de hulpverleners of de psychologen, bestaan daar ook een aantal ideeën over. Ik hoor mensen heel vaak zeggen van, oh ja, maar psychologen en psychiaters die beginnen aan hun studie omdat ze toch zelf waarschijnlijk ook met een hele hoop problemen of vragen zitten. Of het spreekwoordelijk gezegde van, ah ja, maar aan die mensen is zelf toch ook een hoekje af. Waardoor dat eigenlijk allemaal voorbeelden zijn die aantonen dat psychische problemen toch heel hard in een kader zit dat heel veel ongemak oproept om het één bespreekbaar te maken en laat staan om zelf te kunnen en mogen toegeven dat je je emotioneel of psychisch niet goed voelt. En waarom zijn dat allemaal belemmerende factoren? Dat zijn eigenlijk allemaal zaken die ervoor zorgen dat we enerzijds de zorg gaan uitstellen en dat we weinig open daarover communiceren. En als we dan toch de stap zetten, hebben we eigenlijk nood aan zwaardere en langer traject om daarvan een stuk te herstellen. Dus al die zaken, de taboes, de stigma's, het niet mogen spreken, de maatschappelijke druk, zorgt er eigenlijk voor dat het herstelproces vertraagt, waardoor dat mensen eigenlijk, eens dat ze in de zorg terechtkomen, met een veel zwaardere rugzak daar belanden dan oorspronkelijk had kunnen als men vroeger terechtkomt. Maar wie bepaalt er nu eigenlijk wat normaal is en wat niet? En wat is überhaupt normaal en wat is abnormaal? Dan komen we bij de Bijbel van de psychiatrie, zoals we dat noemen. En dat is de DSM. Diagnostic Classification of Mental Disorders. En dat is heel duidelijk een klassificatiesysteem waarin eigenlijk internationale afspraken zijn gemaakt over welke criteria die van toepassing zijn op specifieke stoornissen. En op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten gaat men dat uitschrijven. Wat dat heel belangrijk is, is dat dit een klassificatiesysteem is en geen diagnosehandboek. Terwijl dat heel veel mensen ervan uitgaan van, ah ja, oké, maar ik heb een diagnose gekregen vanuit de DSM. Het enige wat dat boek doet, is een overzicht geven van een aantal psychische problemen en welke karakteristieken of symptomen of gedragingen dat daar eventueel bij kunnen horen. De diagnose die gebeurt eigenlijk nadien op basis van uitgebreid nauwkeurig psychiatrisch onderzoek volgens aparte richtlijnen die zijn vastgelegd voor psychiaters. De laatste jaren komen er eigenlijk best wel wat kritiek op die DSM, omdat mensen vinden dat dat weinig betrouwbaar is. Zo gebeuren er foutieve diagnoses die weinig tot niet worden geherevalueerd. Mensen hangen eigenlijk voor de rest van hun leven vast aan bepaalde labels. En voor sommige mensen wordt het eigenlijk zelfs een deel van hun identiteit. Mensen spreken heel vaak over van ik ben psychotisch of ik ben bipolair. In plaats van als we het hebben over ik heb griep of in deze tijd van ik ben positief getest op COVID-19 of ik heb kanker, maar het wordt niet iets dat eigen is aan jezelf.
En een ander belangrijk fenomeen als het gaat over het klassificatiesysteem, is dat je een gigantische stijging hebt door de jaren heen van het aantal effectieve klassificatiesystemen dat je hebt. Ik heb jullie een aantal cijfers meegegeven. Als je kijkt van in 1952 waren het 106 klassificaties en effectieve stoornissen. En in de laatste editie zitten we met 347 stoornissen. En dan kunnen we ons een beetje de vraag stellen van hoe komen we aan die gigantische hoeveelheid aan stoornissen? Men is er eigenlijk een stukje vanuit gegaan dat op allerlei fronten in de geestelijke gezondheidszorg er toch wel aandacht komt voor het meer unieke verhaal en de individuele ervaring van de mensen die lijden. En dat we daar veel meer belang aan moeten hechten dan gewoon het klassificeren en het hokjes afvinken van welke gedragingen dat mensen al dan niet hebben. En wat is dan wel een belangrijk aandachtspunt op basis van hoe dat onze emoties werken? En dat is eigenlijk dat we emoties een stukje kunnen rangschikken naar valentie. Wat dat gaat over of dat een prettige of een onprettige emotie is. Is dat we positief of negatief kaderen en de intensiteit. En dat er in die twee lijnen dat een soort continuum is waarbij dat men... dat er een brede strook is van allerlei mogelijkheden en varianten qua onprettig, prettig, intens of weinig intens. En dat het eigenlijk er een stukje van afhangt of dat mensen een teveel van een bepaalde emotie ervaren of een te weinig. En dat het vooral de uiterste lijnen zijn waar men dan vaak spreekt van oké, er is een probleem in het affect of in de afstemming van mensen. En dat is eigenlijk de kleine basis. Je hebt een basisemotie en dat kan in verschillende varianten bestaan. En het is pas als mensen het gevoel hebben dat er een te weinig of een te veel is, dat men al dan niet kan spreken dat er in de stemming een probleem is. En waar zitten nu de grote problemen in hoe dat we daar in onze maatschappij naar kijken? Is dat we te veel de emotionele problemen of de psychische problemen op een gelijkaardige manier willen bekijken dan de fysieke ziektes of stoornissen. Terwijl dat we uiteindelijk uit onderzoek al is gebleken dat bij psychische problemen er een klein deeltje komt vanuit genetica. En dat er een hele grote invloed heeft, zijn de omgevingsfactoren en de persoonsfactoren. Ook als we gaan kijken naar ziektes of fenomenen als burn-out, dan weten we dat daar vooral de omgevingsfactoren een zeer belangrijke rol in spelen. En dan is het de vraag, moeten we dan als maatschappij tegen al die mensen zeggen van oké, je moet individueel aan de slag met je problemen. Of is het eigenlijk toch ook wel belangrijk dat we als maatschappij gaan kijken van oké, hoe komt het dat er zoveel mensen uitvallen? En ondanks dat er geen simpele oplossing bestaat voor psychische problemen of de manier waarop dat we naar kijken, zijn er eigenlijk wel heel veel fenomenen die een stukje wijzen naar de richting van nieuwe vormen van collectiviteit en een stukje een tegenwicht van het dominante individualistische kijk op welzijn en gezondheidszorg. En dat brengt ons terug... bij Rwanda, twee zomers geleden, was ik daar enerzijds om een stukje mee te spreken met familie over mentaal welzijn. Omdat in mijn familie zitten ook wel wat hulpverleners. Maar anderzijds ook om de ruime diversiteit van de mensen die in Rwanda leven en bezig zijn met mentaal welzijn, een stukje te kijken van hoe kijkt men nu daar
naar mentaal welzijn. Er is een beetje een vooroordeel dat binnen de Afrikaanse culturen mentaal welzijn eigenlijk een thema is waar dan niet over gepraat wordt en weinig bespreekbaar. Maar tot mijn grote verbazing heb ik daar gesprekken gehad met ambtenaren, professoren, een aantal jongeren die mij gewoon aanspraken via sociale media, die zagen waar ik mee bezig was en het wel fijn vonden om met mij iets te gaan drinken en een gesprek te hebben. En iedereen was het erover eens dat mentaal welzijn belangrijk was. Dus er was niemand, los van generaties, die dat van nee, niet belangrijk of dat bestaat niet of wij hebben dat niet nodig. Hetgeen dat daar wel uitkwam, was dat men het niet altijd eens is met de manier waarop dat de westerse wereld, zeker in Rwanda gezien de genocide, zijn er heel veel buitenlandse mensen die daar projecten op zetten. En dat men het niet altijd eens is met de manier waarop dat er hulp wordt voorgesteld aan hen. Dat ze zoiets hebben van, dat matcht niet altijd met hetgeen wat wij nodig hebben of met hetgeen wat wij gewoon zijn vanuit onze cultuur. Men wil daar eigenlijk vooral meer werken rond community-based, in plaats van het meer individualistische dat we gewoon zijn vanuit de Europese kijk. En men is heel erg bezig rond vroeg interventie. En vroeg interventie vooral naar de jongere generatie toe. Want ook als het over Rwanda gaat, blijven mensen een stukje hangen bij genocide en traumaverwerking, wat dat uiteraard ook belangrijk is. Maar je hebt daar ondertussen ook wel een generatie jongeren die daar die hele andere noden hebben. En waar dat bij zo vroeg mogelijk het kunnen bespreekbaar maken en zaken kunnen installeren voor hen belangrijk is. Iemand wees mij daar ook op literatuur en onderzoek van filosoof Pius Possima. Dat is een man van Cameroonese, met Cameroonese roots. En die heeft zelf eigenlijk vanuit zijn filosofische achtergrond gaan kijken van het woord depressie, iets dat bij ons in Europa eigenlijk een algemeen gekend fenomeen is en een ziekte waar heel veel mensen last van hebben, gaan kijken van, vind ik daar een woord voor terug binnen de Afrikaanse talen? En hij kwam eigenlijk tot de ontdekking van dat binnen heel veel inheemse Afrikaanse talen er geen vertaling is voor het woord depressie. En op zich vond hij dat niet zo vreemd, want hij zei van binnen de Afrikaanse filosofie is er een hele andere kijk naar het leven en hoe dat mensen zich bewegen in contact met elkaar en met de ander in de maatschappij. Men spreekt er eigenlijk meer van een collectieve energie rond alles wat dat met het leven te maken heeft en dat iedereen een onderdeel is van de maatschappij. En wat is dan een depressie? Want men is er wel van overtuigd dat de symptomen kenmerkend aan een depressie zeker wel bestaan en universeel zijn. Omschrijven zij eigenlijk als een, de relatie met het geheel dat verstoord is. En hoe kan men dat dan herstellen? Daar gaat men vanuit dat men terug belang moet hechten aan het allesomvattende, het holistische en het feit dat iedereen met elkaar in verbinding staat. Waar men er dus eigenlijk ook vanuit gaat dat je een depressie een stukje kan herstellen vanuit het terug verbintenis zoeken met de gemeenschap. Iets wat eigenlijk een beetje haaks staat op wat wij vanuit de westerse, Europese visie doen, waarbij dat we mensen een stukje uitnodigen in de praktijk en één op één gesprekken gaan doen met de focus op het individu. En waar dat zelfs eigenlijk wordt gezegd van als therapeut probeer je zo neutraal mogelijk te zijn, vertel je niet te veel van jezelf. Maar dat zorgt er natuurlijk voor dat je de vraag kunt stellen van hoe helpt dat iemand vooruit als je nadien uit de therapieruimte stapt, terug in je compacte, eenzame leventje en nog altijd weinig verbinding hebt met anderen. Die man gaat er ook een stukje vanuit dat door diegene weer onderdeel te laten uitmaken van het geheel, door die terug te betrekken,
En eigenlijk een stukje te werken met rituelen en beweging, zodat je ook de focus hebt tussen lichaam en geest en anderen, dat ervoor gaat zorgen dat die persoon zich terug beter en positiever voelt. En de sterke focus op onze individuele maatschappij zorgt er eigenlijk voor dat mensen ook het gevoel hebben dat ze zelf alleen maar instaan om doelen te behalen, succesvol te zijn, iets te bereiken als persoon. En dat datgene is dat ervoor zorgt dat je tot wie dat je bent, dat onderdelen zijn die je identiteit bepalen, waarbij dat het ik een hele prominente plaats heeft in ons doelen en hoe dat we ons bewegen in de maatschappij. Terwijl er heel veel andere culturen zijn die starten vanuit het gemeenschapsgevoel, waarbij dat je uiteindelijk, zolang dat je behoort tot de gemeenschap, ben je een waardevol individu. Iedereen is daar verbonden met elkaar en autonomie, individualiteit is daar minder groot van belang als de gemeenschap. En ik denk dat we van daaruit sowieso heel veel kunnen leren om te zien van kunnen die twee niet naast elkaar bestaan? Onze maatschappij, onze visie, onze westerse kijk op samenleving en op mentaal welzijn naast de bijvoorbeeld rijke kijk van de Afrikaanse filosofie. Zo komen we bij het deeltje ongelijkheid en gebrek aan diversiteit in onze geestelijke gezondheidszorg, al kunnen we het natuurlijk ook verder doortrekken in verschillende domeinen. Ik zou daar graag starten met een stukje video waar jullie eigenlijk twee therapeuten in gesprek gaan zien gaan over een aantal psychotherapie, een opleiding, hoe dat die in elkaar zit en hoe dat we daar eigenlijk voor kunnen zorgen dat het wat diverser wordt en dat er ook een groter bereik is van mensen met andere roots en andere culturele achtergrond, dat die bereid gaan zijn of zich gemotiveerd voelen om de opleiding te volgen. Talk particularly about training. Yes. Because it's something obviously of interest to both of us. And I wonder, I don't at all want to put you on the spot here, but I wondered if you were designing psychoanalytic trainings now, what would be in the course in terms of addressing this issue, these issues of race and culture? How would you do it? That is a very difficult one because the psychoanalytic training, which I did, I studied the likes of Freud and Klein and various other people, Winnicott, they are all people within the psychoanalytical, we can't do without them. They've influenced the training. The only other thing I can think about is we need more people of just a lot more diversity. It's not just actually just limited to people of colour. All about. But how's that going to be done? How's it going to be diversified? I think we just need more writers. I mean, one of the things that I think is a fault within the training in a way, because I'm just trying to write and publish, is that it takes about a year to publish anything, which just puts anybody off. You know, why would you do it? Yeah. We need to simplify that. Yeah. And there need to be journals. And then it's the journals, so that and a lot more, so that people are actually encouraged to share and talk about their own experiences. I taught difference and diversity on one of the on the postgraduate training, and one of the things I did feel teaching that is just making it a lot more experiential and
you know, perhaps not sort of been too focused on the literature and, you know, just more focused on people's experience. I just think just more books, more diversity. I don't know how we're going to get that diversity because, you know, it's one of those things that it's quite clear that there is a need for it, but people of color are not coming forward. First of all, the training is super, it's incredibly expensive, but also it doesn't really cater for their Well, needs. there's no So wish to interest people of color it in the doesn't training, inter and absolutely. that's So, really strange. well, I mean, we live in a predominantly white Yeah. world. I mean, how can we change that other than having people of color who are on the training, who are taking various aspects, teaching various things from clinical supervision to, you know, lecturing. But I don't actually think it's just about that because it's a bit like equal opportunity. You employ somebody of color and there's a tick box. I mean, something else needs to change. Yeah. And I don't think that, I don't believe that that onus lies within a person of color to make that change because they're having to work incredibly hard to convince the majority that this is the way we need to go. How would you, what would you suggest would be a good way of going forward I with think, this? well, I do sort of believe in education sort of naively. I mean, it's very interesting, isn't it? When we talk about this, Fanon, we know about, and lots of people know about, but after that, how many names are there? Now, of course, there are reasons for this, but it would seem to me that I would be keen, I think, to simply raise the fact that this is an issue, that this is a white supremacist culture. So I think on psychoanalytic trainings, there should be, as it were, a course on what it might mean to live in a culture like that. And to have lived historically for hundreds of years, so that something of the evolution of this is taught. And then I think I would want to make it a group project, which is how do we trainees and supposedly trainers make this genuinely more diverse? And I think the experiential thing is very, very important here, because I think that in a way the risk is that it becomes a seminar, and there's a limit to what seminars can do, it seems to me, in these situations. People need to be able to reflect in groups in which they feel safe enough on what their experience of these things has been like. And I think that's one place to start. I also think that there needs to be a sort of, if you look, I know you know this, but if you look at, there are a few references in Winnicott and Klein and Freud to people of colour. Very, very few, but they're there. And they're really worth looking at, because they're quite revealing. Well, Freud talks about primitive races, obviously. Now, in a way, you could say, well, this is how they all talked then, because it doesn't make it any better. It just simply says, it gives it historical rationalization. So that I think how people of colour have sort of been incorporated into psychoanalytic writing, and of course disincorporated, I left out. So that, I think, would be worth looking at. I also think that there's got to be some reflection on the consequences for psychoanalytic theory of having been part of white supremacism. Because it has to be there. It's not, you know, it's not impartial, this. This is a very, very culturally specific moment in, if we talk about British psychoanalysis, in British psychoanalysis. I think there is a shift, however slight. My worry is, are we going to go back to the status quo? The reason being that the shift hasn't been particularly welcome by the majority, and we need the majority to embrace this. Baldwin said something very interesting that, and he specifically referred to as the white man would not look at something in his life, in the black, about the black man that he had, he's not able to reflect in his own life. And I guess the point he's sort of trying to make is, I on my understanding of that is, why should people do it?
Why would they want to do it? Yeah. Why would their lives be better if they did it? Why would their lives be better if they do it? Yeah. They're having to go out of their way. Why would you give up something that's comfortable, okay, privileged, to entertain something else that actually, in a way, you've convinced yourself is problematic. And discomforting. And actually will destroy your sense of security. Exactly. And in the meantime, you know, we've got the likes of Black Lives Matter and, you know, people out there sort of pushing and struggling and wanting a better life. But then there's Black Lives Matter, and then people turn up and say, but White Lives Matter. Yes. And you think, and there's more of the problem. And all lives matter. Yeah, all lives matter, exactly. And which so, and we all agree that all lives matter, yeah, exactly. Especially in our work. Of course. All lives matter. That's and uncontroversial. That goes without saying. It's like saying nothing. Yes. Yes. But it's also like trying to shut down the conversation. Yeah, absolutely. And this has been the problem, hasn't it? Sort of over years, a wish to shut down the conversation. Yeah, yeah. But that's why I think, in a way, psychoanalysis is particularly interesting in relation to this. Because psychoanalysis claims to be the profession that wants to listen, that is open for conversation. So here's, as it were, the great cultural monument, supposedly, to openness, to a certain version of liberalism, to a certain version of, to listening, to difference. What are we doing about it? Absolutely. Where are we going with it? Where are the people of colour? I mean, why hasn't this been embraced by a great diversity of people? Oh, the answer is because, I think, I don't really know what the answer is, but one of the answers is, it's not appealing. It's not alluring. It doesn't address a whole That's range right. of people's preoccupations. But I think also it hasn't actually been sold to them. And perhaps how would you sell it to them? Well, I think maybe there is a wish to keep it. I agree with that, for that, sure. What but it let's is. Imagine we wanted to sell it to them, whoever they are. What would we do differently, do you think? Well, you certainly need a lot more people who are going to be able to think like them. Yeah. In positions yeah. of power. Yeah. And I don't even think that's just within psychoanalysis, what you know, which yeah. actually works. You know, because you kind of need someone who is going to be able to, you don't need to kind of like say, this is what happened to me, and that person says, I get it. Yeah. Yeah. You don't have to yeah. explain to me what happened to you because yeah. I know what happened to you. Yeah. Because I can relate to what happened yeah. to you. Yeah. Yeah. And I think this is the problem, and this is the problem with the training, the fact that one is having to explain why that was painful, why that hurt. And then you're told, well, it's because you've got a chip on your shoulder. Yeah. And you're and like, and no. so it goes on. And it goes forever. On. And it's kind of like, no, I actually felt hurt by what that person said, something in that conversation. But then there is not an ability to understand it. Or enough curiosity about it. Or not curiosity about it. Zo. Uiteindelijk ga ik ervan uit dat jullie nu terug de presentatie kunnen zien. De video dat jullie zagen waren twee therapeuten in gesprek die eigenlijk een stukje aan het brainstormen waren van wat doen we met het gebrek aan diversiteit. Niet alleen over mensen, te weinig mensen van kleur binnen de therapieopleidingen, maar evengoed binnen de geestelijke gezondheidszorg. En ik vond dat een mooi samenvattend beeld van wat er eigenlijk op grote schaal zich afspeelt
universeel binnen verschillende landen, maar even ook op kleine schaal hier bij ons in Vlaanderen en in België. Naar aanleiding van de Black Lives Matter movement deze zomer hebben we eigenlijk zowel in Amerika zijn er heel veel initiatieven geweest waarbij de APA, de American Psychiatric Association, een werkgroep heeft opgericht die een stuk zijn gaan kijken, vooral met de focus op anti-zwart racisme en discriminatie ten aanzien van de Afrikaanse gemeenschap. En men heeft daar eigenlijk tot de ontdekking gekomen dat zowel de toegang tot zorg, het gebrek aan professionele diversiteit, het erkennen van de ervaringen van racisme, onvoldoende gebrek aan diversiteit binnen leiderschapsposities, namelijk de dominantie van wit leiderschap, microagressie, een afwijzende houding ten aanzien van niet-witte collega's, collega's met een andere etniciteit, dat dat allemaal zaken zijn die op grote schaal aanwezig zijn, als ook eigenlijk discriminatie en racisme binnen de geestelijke gezondheidszorg zelf, zowel van cliënten, patiënten als ten aanzien van de werknemers die daar effectief werken. Ook hier in Vlaanderen is eigenlijk de beroepsvereniging voor klinisch psychologen een stukje aan de slag gegaan met de opstart van een divisie diversiteit. Een initiatief dat ik absoluut omarm, maar ik stel me ook wel natuurlijk kritische vragen of dat we zo lang hebben moeten wachten om zulke zaken op te starten en zulke onderzoeken te doen. En of dat niet daar al lang had moeten zijn. En ook hetgeen dat benoemd wordt in de video, is misschien de prangende vraag van hoe hard willen mensen effectief verandering en de diversiteit omarmen en daar zelf actief bepaalde stappen in zetten als het nodig is. Nu komen we bijna aan het einde. Ik heb jullie een stukje meegenomen naar een aantal basisprincipes, bepaalde fenomenen en dominante discours. En dan is natuurlijk de vraag van wat hebben we nodig voor de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg om daar op een zo goed mogelijke manier op te kunnen inzetten. Ik denk één belangrijk aspect is het stukje van de ervaringsdeskundigheid, dat dat een vast onderdeel wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg. Nu wordt er eigenlijk nog te hard een onderscheid gemaakt en vooral de focus op de professionals, de mensen die daar effectief voor zijn opgeleid en een diploma hebben. En dat zij een stukje de autoriteit zijn in hoe dat de zorg moet omkaderd zijn. Maar we merken ook dat heel veel mensen toch dat niet meer zo vanzelfsprekend vinden dat die professionals al de autoriteit heeft. Juist ook omdat er vanuit de geestelijke gezondheidszorg soms een grote afstand is. Mensen gaan er een stukje vanuit dat dat allemaal mensen zijn die een stukje in een perfecte wereld leven en eigenlijk zelf geen problemen of geen zorgen hebben. Waarbij dat heel veel cliënten of patiënten soms de vraag stellen van ja, maar in welke mate begrijpt die hulpverlener mij? En daarnaast, als je daar zou kunnen werken met ervaringsdeskundigen, geven mensen eigenlijk ook zelf aan dat ze er een stukje van uitgaan van die mensen hebben iets gelijkaardigs meegemaakt, waardoor dat ervaringsdeskundigen eigenlijk een meer vanzelfsprekende betrouwbaarheid krijgen van een aantal mensen. Dat is de cartoon die daarnaast staat van eindelijk iemand die mij echt begrijpt, omdat we ervan uitgaan van dat begrip, wederzijds begrip, veel makkelijker is als mensen iets gelijkaardig hebben meegemaakt. En een belangrijk onderdeel dat daar ook mee speelt, is natuurlijk dat we moeten weten dat kennis hebben over een aantal zaken niet per se gelijk staat aan gedragsverandering.
denk, als we nu gaan kijken naar de COVID-19-situatie en wat dat met zich meebrengt, de meeste mensen zijn heel goed op de hoogte van de mogelijke risico's, de voorzorgsmaatregelen en wat dat er eigenlijk verwacht wordt en wat dat de nadelen zijn. En toch merken we ook, naast dat heel veel mensen zich proberen te houden aan de maatregelen, dat er eigenlijk ook wel een groep is die daar op de een of andere manier voor kiest om dat niet te doen. Hetzelfde kunnen we meenemen als het gaat bijvoorbeeld over roken. Iedereen weet gewoon puur rationeel, roken is ongezond, maar toch blijft er een grote groep van mensen die effectief wel rookt. En daarin, gedragsverandering, daar heb je een aantal andere facetten voor nodig. En dat gaat onder andere over dat mensen iets moeten zien als een probleem, een stukje in zichzelf moeten geloven dat ze iets aan het probleem kunnen en willen doen. En dat ze in staat zijn om een oplossing te vinden of uit het probleem te kunnen geraken. En als je samenwerkt met ervaringsdeskundigen, hebben mensen vaak het gevoel van maar dat is een persoon die in een gelijkaardige situatie heeft gezeten, die heeft het ook heel moeilijk gehad en kijk waar dat die persoon vandaag de dag staat. Dus ervaringsdeskundigen kunnen op dat vlak mensen vaak beter of op een andere manier motiveren om aan de slag te gaan en dingen te veranderen, dan dat we dat hetzelfde proberen te doen vanuit een puur professionele autoriteit. Een ander belangrijk aspect dat we zien in de maatschappelijke tendensen zijn eigenlijk... ik heb het zin en onzin van sociale media genoemd, waarbij tegenwoordig heel veel mensen met elkaar verbonden zijn en er een heel groot bereik is, zowel als het gaat over Instagram of YouTube. Zijn er eigenlijk mensen die op zoek gaan naar een stukje erkenning? Mensen hebben het gevoel van, ik zit alleen met dat fenomeen. De stigma's en de taboes dat we hebben besproken, de schaamte en de angst. En doordat er online heel veel beschikbaar is, zorgt dat ervoor dat het isolement verkleint. Enerzijds de herkenning en het is laagdrempelig. Maar daarnaast zitten we ook wel met een aantal kleine gevaren of zaken waar we zeker toch op moeten letten. En dat is dat het delen of het zien van bepaalde... pijnlijke of ernstige verhalen of gebeurtenissen, zeker als er ook vaak beelden bij te pas komen, dat dat heel triggerend kan zijn, dat het soms ook wel een vorm van sensatie wordt en waardoor het ook echt wel een averechts effect kan hebben op iemands herstel. Dat mensen soms slechter worden of juist gedemotiveerd worden, omdat ze merken van... In een groepschat waar dat soms 100 mensen of meer aan deelnemen en iedereen zit pijnlijke verhalen te delen. De vraag is natuurlijk of dat je je nadien beter voelt nadat je zoiets hebt meegemaakt of hebt gezien. Men gaat er ook een stukje vanuit dat, dat je je brein kan voeden. En als je je zo vaak voedt met gelijkaardige verhalen en pijnlijke verhalen en ernstige problemen van anderen, gaat dat er dan ook niet voor zorgen dat het vooral je negatief gevoel extra kan versterken. Dan een afrondende slide. Hebben we nood aan radicale verandering? Radicale verandering staat eigenlijk tussen haakjes in die zin dat een aantal aspecten zijn die al door heel veel verschillende hulpverleners al jaar in jaar uit een stukje zijn besproken. Enerzijds moet kwetsbaarheid misschien gewoon een bestaansrecht krijgen en moeten we dat niet meer gebruiken als een soort van machtinstrument dat de mensen die... zich goed in hun vel voelen en goed presteren en sterk zijn, alles mogen bepalen. Zeker wetende van dat 1 op 4 in aanraking komt vroeg of laat in zijn leven met psychische problemen. Dat is 25% op een percentage van 11,5 miljoen mensen. Dat wil dus zeggen dat meer dan 2,5 miljoen mensen daar vroeg of laat mee in aanraking komen. Wordt het dan niet tijd dat we dat een stukje gaan normaliseren in plaats van dat te zien als een probleem? Het belang van mentaal welzijn en fysiek welzijn op één lijn te zetten. En dat gaat dan vooral over
de laagdrempeligheid, de bereikbaarheid, het financiële aspect, zodanig dat mensen niet het gevoel hebben dat het één ook vanuit de maatschappij en het beleid eigenlijk als meer prioriteit wordt gezien. De belang van een holistische visie, waarbij dat we ervan uitgaan dat iedereen een onderdeel is van een systeem, dat iedereen en alles met elkaar verbonden is, waardoor dat we eigenlijk ook soms als maatschappij zaken gaan in orde moeten brengen en iets minder de focus te leggen op het individu en alleen maar het stuk van zelfzorg, maar dat we meer moeten evolueren naar een stukje collectief welzijn en maatschappelijk welzijn. Dan de transculturele visie, gaat een stuk voort op hetgeen dat ik heb besproken vanuit de Afrikaanse filosofie. Er is meer dan de witte eurocentrische en westerse visie. Zowel als het gaat over fysiek welzijn als mentaal welzijn. Er zijn heel veel verschillende vormen, onder andere de traditionele Chinese geneeskunde, de Afrikaanse filosofie. En het zou een meerwaarde zijn, moesten we in staat zijn om al die verschillende zaken even waardevol te achten en naast elkaar kunnen te gebruiken. En zo te zien van wat hebben mensen nodig en waar hebben mensen nood aan. Daarnaast stilte en zingeving. We zijn zo gewoon van in een maatschappij te zitten waar dat heel veel druk is, iedereen is in beweging, er moet altijd van alles spannends gebeuren. We worden overrompeld door heel veel prikkels, waarbij dat ik merk vanuit de praktijk dat mensen een stuk de vaardigheid kwijt zijn om letterlijk stil te staan met wat dat ze ervaren, wat dat ze voelen en wat dat er eigenlijk gaande is in hun lichaam. Mensen zijn door de continu hectiek eigenlijk een beetje de voeling met zichzelf en hun lichaam kwijt. Daarnaast het deeltje zingeving gaat over zowel religie als spiritualiteit in de ruime zin. Een van de zaken waarop dat mensen met een andere culturele achtergrond en niet altijd de toegang of de weg vinden richting de hulpverlening, is omdat het deeltje zingeving, religie, spiritualiteit daar eigenlijk weinig ruimte in krijgt. En mensen hebben vaak het gevoel van dat ze moeten kiezen tussen de twee. Ofwel de focus leggen op hun religie en hun geloof, of therapie. Terwijl we ons de vraag kunnen stellen van waarom kunnen die twee niet samengaan? Waarom kan je niet iets hebben aan een therapeut, een psycholoog, iemand die u helpt om op die manier naar uw problemen of kwetsbaarheden te kijken en daarnaast evengoed iets te hebben aan uw religieuze overtuiging of de zaken die je spiritueel kunnen inspireren als persoon. Dus heel veel suggesties, heel veel vragen. Maar ik ben zeer benieuwd naar de vragen die zijn binnengekomen. En dit als afrondende slide. Het is een hele mooie metafoor van uiteindelijk als je een zaadje plant en je wilt dat dat groeit, het enige wat je daar dan eigenlijk voor moet doen, is ervoor zorgen dat dat zaadje voldoende water krijgt, voldoende licht, voldoende zon, de voldoende voeding, al die zaken waar je eigenlijk op voorhand een stukje van uitgaat van oké, dat heeft mijn zaadje nodig om te groeien. En het is niet dat we intussen tijd dat zaadje nog eens een keer gaan opgraven om te zien van hoe ver staat het proces al. Nee, het is eigenlijk de bedoeling dat we vooral gaan zorgen, gaan voeden, en een stukje rustig gaan afwachten. En dat is iets dat we eigenlijk als mens een beetje verleerd zijn. Om een stuk na te denken van oké, wat zijn nu de basisdingen die ik zelf nodig heb? Wat zijn de basiszaken dat we vanuit de gemeenschap een stukje nodig hebben? En hoe zorgen we ervoor voor onszelf, maar ook voor elkaar, dat iedereen voldoende voeding en basis meekrijgt om eigenlijk rust te gaan, te kunnen groeien in alle goedheid en rust dat mensen soms nodig hebben. En hierover ga ik graag nog verder in gesprek met Marian. Dankjewel, Miranda. Ik weet niet of... Ja.
Ik ga eerst een paar vragen stellen en er komen mondjesmaat hier dingen bij mij binnen, dus ik ga af en toe een beetje naar beneden moeten kijken. Maar dus ik wilde eventjes, ja, heel veel interessante dingen heb ik gehoord en ik ga proberen naar het begin terug te gaan, hoewel het laatste natuurlijk meest resoneert. Heel interessante visie. Dus ik wou het eventjes hebben over, ja, als wij in onze maatschappij te maken krijgen met mentale gezondheid, krijgen we inderdaad, zoals je zei, hè, vaak de autoriteit zijn dan mensen die in de gezondheidszorg werken te horen. En zo'n persoon is Dirk de Wachter hier in Vlaanderen. Die wordt door heel veel mensen geshared op social media. Hij doet nu ook zo online lezingen waar heel veel mensen op inschrijven. Ik vroeg me af of jij zijn analyses van onze maatschappij deelt en of je die inclusief vindt. Als je, daarmee vergelijk ik, verwijs ik eigenlijk naar wat je naar het einde toe aanbrengt. Of is dat een beetje een eenzijdige vorm van kijken naar onze mentale gezondheid in de maatschappij? Ik denk dat je sowieso een aantal hulpverleners, psychiaters, psychologen, onder andere Dirk de Wachter of Paul Verhagen, die eigenlijk wel een zeer interessant beeld schetsen van hoe dat onze maatschappij ook wel naar mijn gevoel een stukje functioneert. Zeker als het gaat over de gehaastheid, de maatschappelijke druk en welke mensen dat er eigenlijk mee kunnen en hoeveel mensen dat daar dan uit de boot vallen en waar dat dan onze focus op ligt als maatschappij. En dat we moeten gaan nadenken van hoe lang kunnen we dat nog volhouden? En op deze manier dat we nu bezig zijn, hebben we iedereen mee? En het antwoord is daar duidelijk nee. En ik denk dat bijvoorbeeld de burn-out-cijfers daar een heel mooi, geen mooi voorbeeld, maar een heel accuraat beeld van zijn, dat die blijven stijgen en dat we blijkbaar toch iets anders gaan moeten doen dan de focus leggen op al die individuele personen die dan eigenlijk maar aan de slag moeten gaan met hun stukje van zelfzorg. Hè? Want dat is eigenlijk een beetje de boodschap dat er nu gegeven wordt, maar dat eigenlijk niet blijkt te werken of onvoldoende is. Ja, en dus om daar even op in te pikken, hè, die rat race, waar ook deze personen het over hebben, en dat veel mensen zeggen, ja, maar als ik daar niet deel van ben, dan ben ik nergens nog deel van. En dan sta ik er alleen voor. Hoe zijn we zo ver gekomen dat we die gedachte eigenlijk geloven? Dat de enige manier is om mee te zijn. Hoe zie jij dat geëvolueerd is naar de dag van vandaag? Ik denk, als we een stukje kijken naar de geschiedenis, dat mensen vroeger heel hard hebben ingezet op emancipatie en het hard werken, dat iedereen de macht, dat überhaupt mannen en vrouwen mogen werken, gelijke rechten, mogen groeien, kunnen groeien, jezelf exploreren en beter worden. En dat we daar eigenlijk spijtig genoeg vandaag de dag wat in zijn doorgeschoten in de foute richting. Dat eigenlijk het enige ideaal wordt. Zo de perfectie en meer en altijd beter moeten. Waarbij dat er is geen grens. Er voldoende is niet meer goed genoeg. Waardoor dat je eigenlijk zowel maatschappelijke druk ervaart, maar ook de link natuurlijk een stukje met sociale media. We zijn op die manier met elkaar verbonden. Iedereen deelt alleen maar zijn beste ervaringen en positieve kwaliteiten en vakanties. Dus het gaat altijd alleen maar over het beste en zo goed mogelijk.
Waardoor dat je als mens, hè, mensen zijn ook een stukje kuddedieren, mensen willen ergens bij horen. Dus uiteraard hebben mensen in eerste instantie het gevoel van, ah ja, oké, maar ik moet mee om ja, bij de grote hoop te horen, bij hè, wat dat de norm is. Maar de vraag is natuurlijk, ja, moet je meegaan met de norm die eigenlijk ongezond is? Hè? En dat is eigenlijk een vraagstuk waar ik vaak hè, met mensen die bij mij in de praktijk komen ook wel over bezig ben van... wat zijn uw eigen basisprincipes? Hè? Wat vind je zelf belangrijk? En wat is de maatschappelijke verwachting? En kan je daar in het midden een stuk gelijkwaardigheid in vinden dat zowel voor jou werkt als een stukje ook voldoen aan de maatschappelijke verwachting? Hè? Want op zich, hè, op bepaalde zaken is die maatschappelijke norm ook wel belangrijk en nodig. Ik las vandaag dus nog maar... in zo een quote, een stuk uit een interview dus met Dirk de Wachter. En daarin zei hij dus van die rat race, dat dat een heel snel varende boot is waar mensen vooraan een feestje vieren, want zij zijn succesvol en zien niet dat er achteraan mensen wegvallen. En hij zegt dus, ja, die speedboot moet trager varen en achteraan moet er een stevige reling komen. En daarmee bedoelt hij een sterke sociale zekerheid, zodat minder mensen in het water vallen. En dan dacht ik, ah, sociale zekerheid, gaat dit dat oplossen? Of gaat het toch over iets anders dan? Hij zegt, ze hebben een reling nodig om zich aan vast te houden. Maar ik weet niet of dat zich toch situeert in de sociale zekerheid. Hoe zie jij dat? Ik zou het dan eerder een stuk kaderen, bijvoorbeeld in het concept van het basisinkomen. Hè, als je bijvoorbeeld weet dat mensen daarin eigenlijk al een stukje veiligheid en zekerheid hebben wat betreft hun inkomen, dan valt er ook natuurlijk een stukje druk weg van oké, ik moet financieel top en top presteren. Want dan kan iedereen eigenlijk starten met een gelijke basis. En alles wat erbij komt, is een stukje extra. Hetgeen wat we nu zien, een stuk in de maatschappij, hè, en dat Dirk de Wachter in dat voorbeeld een stuk beschrijft, is dat de kloof gewoon heel groot is tussen de mensen die inderdaad vooraan hè, dat feestje zitten te vieren op hun boot en eigenlijk zich van geen kwaad bewust zijn, juist omdat ze in zo'n geprivilegeerde positie zitten en de grote afstand dat er is tussen de mensen die inderdaad achteraan eigenlijk ja, met veel moeite proberen in de boot te blijven, maar eigenlijk waar het een hele groep van gewoon letterlijk hè, uit de boot valt en heel veel moeite moet doen om te overleven. En ik denk dat eigenlijk iedereen, of elk individu, het recht heeft om op zijn minst niet dag in dag uit in de overlevingsmodus te zitten. Mm-hmm. En zie je die brug dan ook in het fragment dat je toonde? Omdat dus die twee therapeuten praten er eigenlijk over van die groep die zich van geen kwaad bewust is, maar ik denk dat dat misschien zelfs tussen aanhalingstekens is, die hebben er geen enkel belang bij om dit bespreekbaar te maken. Dus dat gaat niet alleen over mensen met die met een precair bestaansinkomen zitten, maar ook over dus mensen die in het geval van het fragment dan, mensen van kleur, andere groepen die systematisch geen die in een maatschappij zijn waar dat zij niet vooraan op die boot terechtkomen, hè. Dus zij zaten daar ook wel te zeggen van wie gaat die mensen vooraan op die boot dat vertellen en hoe komen we daar nu toe? Hè? Is dat iets dat volgens jou kan gebeuren door wat je in het begin ook zei over taal, hè? Taalgebruik en taal, hoe dat we kwetsbaarheid presenteren in het publieke domein? Is daar een mogelijkheid toe?
Ik denk als het gaat over alles rond mentaal welzijn, psychische kwetsbaarheid, psychologen, psychiaters, wie dat wij zijn, wat dat wij doen, dat daar nog, ja, mensen hebben daar een heel nauw beeld van. Ik merk dan nog heel vaak, tegenwoordig heb je natuurlijk sociale media, dus mensen googlen mij of komen op sociale media en weten op voorhand een stukje wie dat ik ben of welke thema's waar ik mee bezig ben. Maar ik weet ook vroeger, bijvoorbeeld als ik werkte in de kinderjeugdpsychiatrie of in andere settings, als mensen gewoon een afspraak kregen bij psycholoog Miranda Aarts en mensen kwamen, zagen mij dan effectief staan, dat mensen altijd een stukje verschoten. Omdat ik niet voldoe aan het beeld dat mensen blijkbaar hebben van een psycholoog. Bij de meesten was dat een positieve verbazing en verschieten. Bij een aantal andere mensen ja, was dat ook een stukje negatief in die zin dat ze zoiets hebben van ja, maar ik wil niet per se geholpen worden door een zwarte psycholoog. Dus ik denk dat daar enerzijds heel veel werk ligt aan. Echt het normaliseren en aan mensen meegeven dat psychologie meer is dan praten over stoornissen en labels. Want ik denk dat datgene is waar mensen een stukje schrik van hebben. Maar dat je daarnaast ook wel de mensen vooraan in de boot. Ik zei het er juist van, ze zijn zich van geen kwaad bewust, maar we kunnen vandaag de dag in een tijdsgeest waar je eigenlijk alle info vindt als je ze wilt hebben en als je bereid bent om ze te zoeken, kunnen mensen niet meer doen dat ze bepaalde zaken niet weten. En dat is hetgeen dat je hoort in het videofragment van waarom zouden mensen überhaupt veranderen? Waarom zouden die mensen vooraan in de boot veranderen? Zij hebben het goed. Oh ja, en dan komen we op het stukje ongemak en ja, oncomfortabele gesprekken voeren en moeilijke thema's bespreken, zijn allemaal zaken waar mensen liever van wegblijven. En daarom stel ik vaak ook letterlijk de vraag van, ja, we willen allemaal verandering, of dat is hetgeen wat we zeggen, maar wie is er effectief ook bereid om daar stappen in te ondernemen en om die moeilijke gesprekken aan te gaan? En om inderdaad een stuk te kijken van op beleidsmatig niveau, ja, hoe zorgen we dat dat diverser wordt? Hè? Want het heeft inderdaad geen zin, zoals in de video ook wordt gezegd, om één individu te werk te stellen en dat is dan uw diversiteits. Vakje dat je kan afvinken en dat dan die persoon er maar voor moet zorgen dat de rest ook diverser wordt. Dat is een beetje hoe het vandaag de dag eraan toe gaat, denk ik, in verschillende sectoren. Er komen behoorlijk wat vragen over die ervaringsdeskundige binnen. Er is enerzijds een beetje verwarring over, hè, van wat, er is iemand die zegt, je bent geen ervaringsdeskundige, maar je hebt ervaring. Ook hier moet het onderscheid gemaakt worden, als ook bij het benoemen van een diagnose. Heb je suggesties om dit te doen? Hoe benoem jij ervaringsdeskundige? Het is inderdaad een mooi samengevat. Ik ga er altijd vanuit dat iedereen, elk individu is deskundige op zijn of binnen zijn of haar ervaring. Dus op dat vlak is eigenlijk iedereen deskundige van zijn beleving. Maar ervaringsdeskundigen, zeker binnen de geestelijke gezondheidszorg, zijn eigenlijk mensen die vanuit een bepaalde ervaring, achtergrond, zaken die ze hebben meegemaakt, er een stukje voor kiezen om daarvoor een opleiding te volgen, zodanig dat ze dat kunnen inzetten om andere mensen effectief ook te helpen. En ik denk dat daar, wat er wordt gezegd in de vraag, heel, heel hard klopt, dat niet iedereen zich eigenlijk ervaringsdeskundige mag noemen in de zin van, ah ja, oké, ik ben ervaringsdeskundige hulpverlener. Want dat is eigenlijk nog een onderscheid. En dat daar soms wel wat verwarring mee komt, zeker op sociale media, dat mensen heel veel dingen delen en de rol opnemen van ervaringsdeskundig, hulpverlener of coach. Maar dat dat wel een gevaar kan inhouden, omdat voor andere mensen of buitenstaanders, mensen die niet zo
mee zijn met het hulpverlenend kader, dat dat verwarrend kan zijn. En dat dat ook wel een gevaar inschuilt. Het is niet omdat je een unieke ervaring hebt en op basis daarvan een aantal zaken kan delen die helpend kunnen zijn voor anderen, dat je daarin dan ook eigenlijk ja, dezelfde rol als een ervaringsdeskundig hulpverlener eigenlijk mag opnemen. Ja, want er zijn ook mensen die zeggen dat ze in de praktijk merken dat er veel terughoudendheid is rond dat inbrengen van ervaringsdeskundigheid. Ook iemand die zegt, als kwetsbare persoon met ASS heb ik verschillende keren me aangemeld als vrijwilliger bij organisaties om andere kwetsbare personen te helpen, denk ik. Maar vaak afgewezen omwille van geen attest pedagogische bekwaamheid. Dus dat is eigenlijk wat jij nu ook min of meer zegt, denk ik. Anderen willen me beschermen, maar UNIA neemt mijn klachten van discriminatie voor vrijwilligerswerk niet serieus, omdat ze moeilijker te bewijzen zijn. En daardoor kunnen zij er niks mee doen. En zo, zij of hij vraagt zich af of dat er ook andere kwetsbare personen dit meemaken. Dus ja, wat is jouw advies of reactie op zulke vragen? Mensen die graag willen delen, maar merken dat ze toch niet worden serieus genomen? Oh, ik denk dat op zich ook een terechte opmerking is. Hè. Als ik ga kijken naar mijn eigen ervaring, als ik zelf nog in dienst werkte binnen verschillende organisaties, is het samenwerken met ervaringsdeskundigen die vaak al dan niet een opleiding hebben gevolgd, blijft daar inderdaad ook wel een stuk terughoudendheid in, omdat men, dat zijn dan zogezegd de autoritaire professionals, soms ook wel met wat vragen zitten van in welke mate heeft iemand de kwetsbaarheid of de ervaring al voldoende doorwerkt om daar anderen effectief mee te kunnen helpen. Omdat je natuurlijk ook altijd wel het stuk hebt van getriggerd te worden door de verhalen van anderen die dat je dan ook wel heel de tijd gaat horen. Maar anderzijds is dat wel een fenomeen dat ook gewoon algemeen binnen de hulpverlening wel een aandachtspunt is. Ik weet bijvoorbeeld, als ik kijk naar de mensen die bij mij in de praktijk komen, ik zie heel veel mensen vanuit mijn verschillende achtergrond, die komen vanuit een vraag van oké, hoe ga ik om met discriminatie, racisme, microagressie? Dat zijn natuurlijk ook verhalen die ik zelf ook een stuk ervaar. Hè. Dus dat het een gedeeldheid in de ervaring van de anderen. Hetzelfde als het gaat over adoptie en daar de moeilijkheid. Dus ik kies daar een stukje bewust voor om daar wel mee te werken. Maar ook op dat vlak ben ik dan ook wel voorstander dat mensen die heel graag aan de slag willen in de hulpverlening en een bijdrage willen doen, een stukje gaan bekijken van in welke mate kan ik daar toch een stukje een basisopleiding of kader meekrijgen. Omdat het is best wel stevig werk. Hè? Ik denk dat mensen soms ook denken van die psychologen die praten en luisteren heel de dag en dat is het. Maar het is wel meer dan dat. En al de zaken die ik heb opgenoemd qua triggering en het feit dat je veelvuldig wordt blootgesteld aan problemen en vragen, kan ook soms bij mensen die puur vanuit de ervaringsdeskundigheid dingen willen delen, ook een averechts effect hebben op hun eigen herstel of gemoed. En ik denk dat daarin ook wel wat de terughoudendheid soms zit van bepaalde collega's of instanties, om daar actiever mee aan de slag te gaan. Terwijl dat ik echt wel ook mee ben met de meerwaarde dat het kan betekenen. Maar dat het ook een stuk gaat over duidelijk communiceren. Ik vind het een beetje zonde om te horen dat er iemand is die bereid is om zich daarin in te zetten en daar eigenlijk vooral het gevoel heeft van ik word niet gehoord en ik word gediscrimineerd. En dat zijn eigenlijk zaken die, denk ik, met juiste communicatie of uitleggen waarom bepaalde zaken wel of niet kunnen, mensen eigenlijk niet met dat gevoel zouden moeten blijven zitten. Ja.
Er komen ook een paar vragen omtrent jongeren en kinderen. Ik begrijp dat jij ook graag met jongeren werkt. Ja, ik heb dat ergens klopt. anders gelezen, dacht ik. De ene vraag is, hoe kunnen we psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maken in jongerengroepen? Wat is er voor nodig om dat taboe te doorbreken, zodat jongeren in een veilige omgeving openlijk kunnen spreken? Ik ben eigenlijk voorstander. Ik heb ook een tijdje in het onderwijs gewerkt. En als ik morgen een aantal zaken zou mogen veranderen of installeren, zou een vak, mentaal welzijn, zou bij mij een vak worden. En dat zou starten in de kleuterschool en zo meegaan. Zodanig dat dat ook iets is waar wij comfortabel in worden om daarmee bezig te zijn. Van enerzijds een stuk erkennen van emoties, het kunnen benoemen van emoties, een stukje onze copingstrategieën, van hoe doen we dat? Ik merk ook in mijn praktijk, de jongste is nu 7, maar ik heb ook echt al met een aantal jongere kinderen gewerkt, dat kinderen echt wel in staat zijn, zeker ook bijvoorbeeld de basisemoties, dat jongeren, mits aangepast aan op hun niveau, eigenlijk over heel veel dingen wel kunnen praten en willen praten, maar dat het een stuk zaken zijn dat worden afgeleerd. Bijna, als je al jongeren hebt die heel vlot praten over een aantal dingen, wordt er soms toch ook wel, zeker als het over emoties gaat, wordt dat snel gecorrigeerd of van, doe niet zo flauw, of je hebt geen pijn, of het is allemaal wel oké. Waardoor dat, zeker de lastige emoties, de niet prettige emoties, er zijn mensen algemeen heel ongemakkelijk bij en jongeren ook. Terwijl dat ik denk van als dat ook een stukje genormaliseerd wordt, zijn we al een heel stuk verder. En dat jongeren ook weten van het is oké om daarover te praten. Net zoals het oké is om te praten over je hobby of wat het dan ook mag zijn. En dat eigenlijk iets heel doodgewoon wordt. Waar ik ook over zat na te denken toen je op een bepaald moment sprak over dat door de taboes en stigma's die er heersen, dat mensen pas laat bij zorgverlening terechtkomen en dat het dan vaak veel moeilijker is om nog eruit te geraken. Dan vroeg ik mij af, als we kijken naar onze kinderen, er zijn heel veel kinderen die diagnoses krijgen momenteel. Dat valt mij op, ik heb zelf kinderen en ik ken veel ouders die over hun kinderen praten met die labels op. Is dat dan een goede evolutie, dat we er vroeg aan beginnen en dus niet te lang dan laten... Ja, tot in puberteit of volwassenheid pas aanpakken. Vind je dat een goede trend? Goh, ik vind het zeker een goede trend dat we daar meer mee bezig zijn. Maar ik zou het liever zien in het kader van oké, dit is persoon, dat is meisje X en zij heeft een bepaalde gevoeligheid of heeft de neiging tot heel kwaad te worden of redelijk explosief soms in haar uitingen. En dat we daarvan vanuit bepaalde trekken of gedragingen dat we zien om in dialoog te gaan met de kinderen zonder ineens te starten met de labels. Want het fenomeen dat we nu zien is vaak ook vanuit een schoolcontext dat daar heel veel verwachtingen zijn, ook een bepaalde druk. En dat kinderen die daar niet aan voldoen, ook weer buiten de norm vallen, degene zijn die heel snel een label krijgen. En dat is dan weer een trend waar ik niet, alleen geen fan van ben. Dus ik denk dat het goed is dat we zo vroeg mogelijk alles rond mentaal welzijn bespreekbaar maken, maar eerder vanuit de normaliteit en niet vanuit van, maar wat mankeert die of die persoon of die kinderen. En dan om het te hebben meer over wat jij vertelde over jouw bezoek in Rwanda en ook de filosoof die je aanhaalt. Dus je hebt het over meer community-based, gemeenschapsgebaseerd kijken naar het individu uiteindelijk.
Kan je voorbeelden geven van hoe dan in plaats van zo één aan één therapie, wat er. Je hebt het eventjes gehad over rituelen en beweging, dat vond ik zeer boeiend. Maar kan je daar wat over uitweiden, wat mogelijk, gewoon om mensen daar meer een beeld van te geven, omdat we daar wel veraf van staan, denk ik. Op zich, ik denk dat we daar in bepaalde settings eigenlijk niet zo ver van staan. Hè. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar, dat zijn vaak de residentiële settings, heb je vaak daar ook wel bewegingstherapie, creatieve therapie. Dus daar gaat men vaak ook wel verschillende zaken aanbieden om een stukje te kijken van, wat sluit er aan bij de verschillende personen die daar dan zijn. Juist ook omdat wij vertrekken heel vaak vanuit een therapie, vaak vanuit gesprekstherapie, dat is heel verbaal. Maar er zijn ook echt wel situaties of gebeurtenissen waar ik soms ook tegen cliënten zeg van woorden schieten letterlijk tekort. En dan is het goed dat je daarnaast ook wel kan zoeken naar een andere vorm van taal. En of dat het dan beweging, sport, dans of eerder beeldend is, creatief bezig zijn, schilderen, foto's, collages. Maakt op zich dan al niet zoveel uit, zolang dat een persoon maar een uitweg vindt om iets te doen met de emotie. Waar dat die persoon mee zit. En als het dan gaat over meer de zaken die ik hier in Rwanda een stukje heb gezien, wat community-based is, maar waar dat je hier af en toe soms ook wel wat initiatieven van hebt, zijn bijvoorbeeld de gemeenschapstuinen, waarbij dat mensen groenten kunnen kweken, creatief bezig zijn, dat nadien ook wel een stukje verkopen naar andere mensen vanuit de ruimere gemeenschap. Maar dat er vooral wordt gekeken van wat is eigen aan de cultuur, in dit geval wel de Rwandese cultuur, en hoe kunnen we mentaal welzijn en zorg daar een stukje op afstemmen. De klachten die er toen kwamen, waren er eigenlijk vooral dat er best wel een grote groep expats zijn in Rwanda die vanuit hun westerse en Europese visie naar daar gaan en dat kader een stukje daar implementeren, waarvan dat ze zeggen, ja, maar dat matcht niet altijd. Hè? Waardoor dat je daarin ook, denk ik, een grote groep mensen niet bereikt. En ik denk dat hetgeen wat ik daar toen een stukje heb besproken met mensen in Rwanda, eigenlijk in Vlaanderen en in België ook gebeurt. Dat een aantal mensen het gevoel hebben van de manier waarop dat de zorg georganiseerd is, sluit niet aan bij de noden of verwachtingen die ik heb. Of mensen hebben een bepaald idee in hun hoofd van hoe dat de zorg wordt georganiseerd, puur op basis van wat dat ze zien. Ik ga er ook echt een stukje van uit als mensen zich niet herkennen of zichzelf niet terugzien in iets, maakt al niet uit over waar het gaat, ja, dat het een hele grote stap vergt om dat dan toch te doen. En dat is dan natuurlijk, komen op het stukje van het gebrek aan diversiteit op allerlei vlakken en in alle lagen van onze zorg. Ja. Je had het er ook over dat er vroege interventie is in Rwanda. Hoe gebeurt die dan? Kan je daar een voorbeeld van Ja. geven? Oh, het is vooral iets waar ze heel graag extra op willen inzetten. Ik denk dat er ook, gezien de genocide en ook wel, ze hebben daar een heel duidelijk rapport met doelen dat ze willen bereiken, ook op vlak van mentaal welzijn. Omdat ze bijvoorbeeld merken, als het over de jongere generatie gaat, dat er heel veel middelenafhankelijkheid is. Dat er ook qua werk, dat voor jongeren een uitdaging is daar, om effectief werk te vinden. Dat er ook voor zorgt dat jongeren zich mentaal slechter gaan voelen. En dat ze ook beseffen van, we moeten niet wachten totdat het te laat is, of dat de problemen erger worden. En dat het dan eigenlijk interessanter is om een stukje ook vanuit onderwijsgericht een aantal zaken of initiatieven te installeren. En dat gaat dan over zaken dat je bij ons ook al wel hebt. De psychologen die aanwezig zijn binnen de hogescholen of universiteiten. Of ook ervoor zorgen dat je eigenlijk een aantal
studenten mee kan opleiden die andere jongeren of studenten een stukje mee gaan begeleiden of ondersteunen bij vragen dat ze hebben. Mm-hmm. Om vooral dat een stuk laagdrempelig te maken en niet te zitten. Denk, vooral in Rwanda heb je denk ik 1 of 2 grote psychiatrische settings. Maar dat zijn echt plaatsen waar ik zelf ook wel van begrijp dat mensen daar niet naartoe willen. Dus als dat uw enige referentiekader is met mentaal welzijn en zorg, uiteraard ga je daar dan niet naartoe. Dus als het gaat over vroeginterventie, willen ze ervoor zorgen dat dat zo laagdrempelig mogelijk is, zo dicht mogelijk, specifiek ook bij jongeren eigenlijk aanwezig is en in een kader dat het ook een stukje genormaliseerd wordt. Ja. Het komt ook wel regelmatig terug, hè, van dus onderwijs en jij zegt een vak introduceren. Er is hier ook een vraag van: kunnen leerkrachten niet eerder ook een rolmodel worden van kleuterklas tot in het hoger onderwijs in hun stijl van communiceren en in relatie gaan tot anderen? Maar als je natuurlijk leerkrachten hebt, zullen die zeggen, het komt wel altijd weer op ons terecht. En wij weten al niet meer waar we eerst moeten ons in bijscholen, want er zijn zoveel zaken die ons gezegd worden dat zou moeten in het curriculum komen. Dat is zowel in lagere school als in het hoger onderwijs. Die geven ook allemaal aan. En die burn-outs gebeuren daar ook, hè? Ook omwille van dit eigenlijk. Ja. Dus dat wordt een beetje een loop. Hoe geraken we uit die loop dan? Voor mij de reden om te benoemen dat het een vak zou zijn, is omdat ik er echt van overtuigd ben. Dat is ook de reden waarom dat mijn interesse in de psychologie na, denk 10 jaar studeren in zijn totaliteit, en nog altijd even groot blijft, is omdat dat ik erin geloof dat je daar effectief iets aan hebt. Kwestie van zelfinzicht, jezelf beter te leren kennen. En als je jezelf beter kent, is het ook makkelijker bij heftige gebeurtenissen of lastige situaties om daar een stukje in te leren navigeren. Dat is hetgeen waar ik een stukje mee ben gestart. Van het leven is niet ideaal. Iedereen ervaart op een gegeven moment wel pijn en verlies en lijden en angsten. Dus we moeten niet hopen dat dat er niet gaat zijn. Het enige wat we kunnen doen is een stukje vaardigheden aanleren, hoe dat we daar beter mee omgaan. En als je kijkt wat dat kinderen, jongeren, volwassenen allemaal meekrijgen qua leerstof, van kleuter tot, laten we nog maar zeggen, het secundair, dan ben ik ervan overtuigd, ik heb die gesprekken ook al echt wel met studenten gehad, dat er zaken zijn dat ze meekrijgen waar ze zoiets van hebben, hier doe ik nooit iets mee. Terwijl mentaal welzijn, daarop inzetten, is iets waar je voor de rest van je leven iets aan hebt. Dus op dat vlak ben ik ervan overtuigd, als dat iets is dat je een stuk mee in het schoolcurriculumpakket kan integreren, en dat het dan ook iets is waar kinderen een stukje mee naar huis nemen en daarover praten, want dat is hetgeen dat er ook met andere vakken soms gebeurt, dan wordt het ook gewoon iets wat dan normaal is. En ik denk dat dat hetgeen is dat we wel nodig hebben. Dat fysiek welzijn, fysieke gezondheid en mentaal welzijn even prioriteit is, alleen even belangrijk en eigenlijk even normaal dat we daarmee bezig zijn. Dus het gaat ook vaak over de tegenstelling van de individualistische maatschappij en de maatschappijen meer die op gemeenschapsgevoel hun leven axeren. Je zegt je bent waardevol zolang je bij een gemeenschap hoort. Hè. Dat is iets waar ik zelf persoonlijk al heel lang mee bezig ben. Wie is dan mijn gemeenschap? Want die connectie is vaak verloren gegaan in een heel individualistische maatschappij. En dat is ook weer om even onze Dirk de Wachter aan te halen. Die heeft dat ook ergens verteld van we zijn onze band kwijtgeraakt daarmee. Omdat de religie aan het wegvallen is. Of zo goed als is weggevallen. En daar zaten nog gemeenschappen. Of je had de bewegingen vanuit arbeiders of van de landbouwers. Maar dat zijn allemaal
groepen en gemeenschappen die uit elkaar gevallen zijn. Ja, zie jij daar een nieuwe manier van gemeenschapsvorming die mogelijk is? En hoe? Is die dan divers samengesteld? Of is dat weer mensen van dezelfde groepen die bij elkaar te raden gaan? Ik denk dat we met een redelijk opvallend fenomeen zitten van dat we, denk ik, in een tijdsgeest zitten waar dat iedereen zo hard geconnecteerd is, maar dan digitaal. We kunnen elkaar bereiken op zoveel verschillende manieren. Maar dat heeft er tegelijkertijd ook, denk ik, wel een stukje voor gezorgd dat het letterlijk contact leggen, nieuwe mensen leren kennen, van persoon tot persoon, dat een stukje verminderd is. En dat we daar bijna soms wat krampachtig in geworden zijn van wat we online zelf soms een beetje te veel delen, dat we eigenlijk in het echte leven en het terug verbinding zoeken met elkaar, dat we dat precies een stukje verleerd zijn. En ik vind gemeenschap of community-based, ik vind dat op zich een heel mooi woord, juist omdat dat zo breed is. Dat ik niet voor iemand anders moet gaan definiëren wat dat zijn of haar eigen gemeenschap kan zijn. En dat ik misschien dat het ook wel oké is om bij verschillende gemeenschappen te horen. Een gemeenschap in dichte kring kan bijvoorbeeld bepaalde familieleden of vrienden zijn waar je je heel goed bij voelt en geconnecteerd. Maar in ruimere zin zou dat voor mij bijvoorbeeld zijn een stukje de Afrikaanse gemeenschap, dat een deel is van mijn identiteit en waar ik een stukje gemeenschappelijkheid mee deel, dat ik met anderen niet heb. En dat het perfect oké is om geconnecteerd te zijn met verschillende gemeenschappen, waardoor je juist misschien ook je niet moet beperken tot je kleine ik en je individualistisch zijn. En als er dan iets is of je hebt hulp of iemand extra nodig, dat je ook echt wel de hand kan reiken binnen die verschillende gemeenschappen. Ik zie dat we bijna aan onze eind uur bereikt zijn. Er is een heel brede vraag waar dat je waarschijnlijk een heel uur mee kan vullen. Dat gaat over de rol van decolonisatie hierin. Dus ik weet niet of dat je daar iets snel over kan zeggen. En dan ook nog een vraag of opmerking over: kan verhalen vertellen, theater, fictie, cultuur helpen om ons deze vaardigheden aan te leren? Ik zal starten met het stuk van decolonisatie. Er is een aantal maanden geleden heb ik een interview gedaan over hoe dat het komt dat onze gezondheidszorg zo wit is en zo weinig divers. En een van de zaken dat ik daar heb aangehaald is dat we daar ook zitten met een dominant westers en eurocentrisch kader. Dat zo dominant is dat er eigenlijk heel weinig ruimte is voor andere zaken. De zaken die ik van transculturele psychologie of psychiatrie een stukje heb meegekregen, zijn zaken die ik nadien zelf ben gaan beginnen lezen en opzoeken. En dat daarin zeker ook van die witte bril of die witte visie die zo dominant is, is ook dominant binnen onze geestelijke gezondheidszorg. Dus ook daar hebben we zeker wel nog werk aan, om daar aan te sleutelen. En sleutelen van mij mag er daar eigenlijk met de grove hamer doorgegaan worden om dat een stukje inclusiever te maken. excuseer, en als het dan gaat over alle andere zaken, cultuur en kunst en toneel, dat heb je van al dat praten natuurlijk. voor mij zitten kunst en theater en toneel zijn zeker waardevol binnen de psychologie of hoe dat we kijken naar mentaal welzijn. Hetzelfde ook uiteindelijk, wat doe ik in de praktijk? Dat is een stuk ook wel luisteren naar de verhalen van mensen, de gebeurtenissen van mensen. En soms helpt het ook voor mensen om
bepaalde foto's mee te nemen. Of zeker ook als ik jongere cliënten heb om te werken met. Ik heb hier zelf best wel wat boeken staan. Dus zijn eigenlijk allemaal zeer waardevolle dingen om dat meer bespreekbaar te maken. En ik ga er eigenlijk altijd een stuk van uit, dat is een beetje hoe dat ik werk ook in de praktijk, dat het een samenzoeken is van welk medium past bij welke persoon. En dat het dan, praten is één medium en daarnaast zijn er heel veel. Het feit dat die vraag komt, superboeiend, maar dat zegt ook van hoe star of hoe compact dat we soms kijken naar van oké, wat doet een psycholoog en hoe kunnen we dat bespreekbaar maken? Er zijn heel veel dingen mogelijk. En ook, ja, we moeten dat misschien. Het mag inclusiever. Ik ben ook dan integratieve psychotherapeut, omdat ik het heel moeilijk vond om één stroming te kiezen. Dus ik hou er ook wel van het feit dat er heel veel verschillende zaken bij elkaar mogen en kunnen komen. Ja. Ja, ik ook. ik ga afronden, want ik zie dat er nu geen vragen meer binnenkomen. Dus ik vermoed dat het stilgevallen is. En ja, het is best wel lang natuurlijk, een online lezing tegenover live. Dus ik wil jou in de eerste plaats enorm bedanken, Miranda. Dat is heel interessant en ik hoop dat iedereen mijn mening deelt. Ik denk het wel. Ik wil ook het team van Studium bedanken. Dat is Camille en Simon die achter de schermen heel hard aan het werk zijn nu. Claire van het KASK en dan natuurlijk Olave die helaas vanavond zich niet goed genoeg voelde, maar ze zal het zeker herbekijken, denk ik. En ja, ik zou zeggen, laten we dit nog heel veel doen, hè, zulke gesprekken hebben. Het is superbelangrijk. En ik wil jou ook veel succes wensen met het verder uitbrengen van deze boodschap. En dat er iemand anders de autoriteit mag worden. Jij namelijk. En dat zou ik heel fijn vinden. Ja. dus ja, Ja. veel succes daarin. Dankjewel. Ja, ik wil zelf natuurlijk ook jou bedanken, maar iedereen van Studium Generale om dit thema ook er wel uit te kiezen. Het feit dat dat belangrijk is, om daar ook ruimte en een format voor te creëren. En ja, via deze lezing toch ook weer een hele hoop of een groep van mensen bereikt te hebben, die hopelijk, dat is eigenlijk altijd een beetje mijn opzet, ongeacht wat ik doe. Maar ik hoop dat ik bij een aantal mensen toch kleine zaadjes heb geplant van nieuwe visies of een andere manier van kijken naar mentaal welzijn. En hopelijk ja, dat het een stuk laagdrempeliger wordt voor mensen om daarmee bezig te zijn. Ik ben zeker van wel. Oké, dankjewel. En ja, we gaan afsluiten, maar ik heb niet de knop om dat te doen, dus ik reken op Simon of zo, ik weet het niet. Dankjewel iedereen om hierbij te zijn vanavond. En ja, de volgende keer is het terug met Olave. Dankjewel om het vanavond met mij te doen. En graag tot ziens.